Ik ga hem gewoon zo pak op mijn voorhoofd. Yo, hallo dames en heren. Vet dat jullie weer kijken naar een splinter nieuwe video. Oh, een vlindermot. Of is, wat is dat? Wat een valk, weet je. Een vlindermotje, weet je. Maar dat is natuurlijk leuk om te laten zien. Maar laten we gelijk met de video beginnen. Ik heb de 600 abonnees gehaald. Holy kwakka moly. Dus dat betekent dat ik iets moet gaan doen voor de 600 abonnees. Dat is wel logisch, denk ik, toch? Ik denk het wel, ik denk het wel. En ik had dus een idee met een... ei, ja. En een emmer, ja. Laat ik dan maar gewoon beginnen. Mijn bed is goed opgemaakt, mensen. Moet je mijn bed zien? Dat is toch super cool? Oké, wacht. Ik heb hier dus een ei. En ik dacht, laat ik voor de 600 abonnees het ei op mijn hoofd stuiteren. Ja, dat is super leuk toch? Ik ga hem gewoon zo pak op mijn voorhoofd. Misschien krijg ik wel een blauwe plek, maar dat is dan jammer toch? Oké, 3, 2, 1. Yes! Oh, dit, oh, ei ruikt vies, jongen. Dat wil je echt niet weten. Wist je dat ei gewoon een soort van tuikentje is wat nog helemaal niet gegroeid is? Best wel zielig eigenlijk. En ik gooi het nu gewoon tegen mijn hoofd aan. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Ja, de ei zit hierin. En die ga ik even schoonmaken. En ik ga hem zelf schoonmaken. En ja, ik hoop dat jullie hebben genoten. Nou mensen, nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want we dan gaan voor de 700 abonnees. En dan ga ik dus mijn vrienden eieren laten bekogelen op mij. Dat is leuk, hè? Nou mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten. En ik zie jullie weer morgen. Yeah, vet, cool, yeah.